Mijn naam is Westerink, ik ben sinds 48 jaar bijna predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk en inmiddels emeritus op Urk. En als zodanig heeft LCJ mij gevraagd om ook een workshop te leiden bij het Jeugdappel. De titel van mijn workshop is: welk zelfbeeld heb je, parel of zondaar? Zie je jezelf als een parel in Gods hand? Je kent dat versje waarschijnlijk wel. Of zie je jezelf als zondaar? Over die vraag gaat het. Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Vooral ook omdat in onze tijd nog alles een keer dat beeld gebruikt wordt van parel. We worden geboren als een parel in Gods hand, zingt dat bekende versje. Terwijl wanneer je gedoopt wordt, gezegd wordt dat jij een zondaar bent die voor God niet kan bestaan, die aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Dat geeft een stukje spanning in het leven van veel jonge mensen, zoals ik merk. Welnu, daarover wil ik graag met jullie in gesprek gaan. Het lijkt mij het beste dat ik heel kort wat vertel aan de hand van die twee woorden, parel, zondaar, en dat ik dan hoop dat jullie erin springen, dat jullie met je vragen komen en dat we dan heel concreet over de dingen door kunnen gaan. Is het of het een of het ander? Zou het ook zo kunnen zijn dat je en zondaar en parel kunt zijn? Kortom, zo op die manier hoop ik met jullie te kunnen spreken. En ik zou het heel fijn vinden wanneer een aantal van jullie aan dat gesprek in die workshop deel zou willen nemen.